Ik heb er zaken al heel wat zien evolueren, maar het is nog altijd zo dat we vrouwen moeilijker kunnen zich politiek laten engageren. Ten eerste, wij vrouwen nemen nog altijd toch wel het merendeel van de gezinstaken op ons. En dan is die combinatie met een politiek mandaat niet altijd evident. Hè. Ten tweede heb je natuurlijk de cultuur van aan politiek doen, meer de machtsspellen, de vergadermomenten die vrouwen veel minder liggen. En ten derde twijfelen vrouwen veel vaker aan zichzelf. Ik heb doorheen de jaren al heel vaak aan vrouwen gevraagd of ze zich niet mee wilden engageren wanneer we een lijst opmaakten in de gemeente en zo. En dan hoor ik zo vaak, maar kan ik dat wel? En dat is iets dat ik van mannen nog nooit of nauwelijks heb gehoord. Wij vrouwen zijn heel perfectionistisch en twijfelen dan ook veel sneller aan onszelf. Als je voelt dat je zin hebt, doe het. En grijp je kansen ook wanneer ze zich aandienen, want heel vaak komen ze nooit meer terug. En wij denken ook vaak van, ja, maar misschien een schepenmandaat, misschien nog 6 jaartjes wachten, dan zijn de kinderen iets groter. Dan dient het zich vaak niet meer aan. Dus grijp uw kans, geloof in uzelf wanneer het zich aandient. Ja, er zijn natuurlijk heel wat vrouwen die de weg voor ons gebaand hebben. Hè. In algemeenheid denk ik dan aan Marie Popelin bijvoorbeeld. Hè. Dat was de eerste vrouw die in 1888 probeerde om zich in te schrijven aan de Bali. Ze is daar niet in gelukt. Ik heb zelf recht gestudeerd. Ik ben een aantal jaren aan de Bali geweest. Het is nu 130 jaar geleden, maar als zo'n vrouwen er niet waren geweest, waar nooit vrouwen aan de Bali kunnen komen en vaak denken we daar niet meer aan terug, vinden we het maar normaal zoals het nu is. En in de politiek wil ik toch wel heel graag Vivina de Meester vernoemen, want zij heeft mij 31 jaar geleden gevraagd of ik me mee wilde engageren op de lijst van CVP Zoersel. Toen ik stond als jonge vrouw op de 20ste plek. We kwamen uit oppositie, maar ik was verkozen. En de afspraak was op voorhand, als we terug in de meerderheid zitten, dan gaan we zorgen dat er een jongere in het college zit en een vrouw. En ik was helemaal de enige jongere en buiten Vivina de enige vrouw. Dus eigenlijk ben ik ook wel een beetje een product van de positieve discriminatie geweest toen. En dan moet je kansen grijpen en dan word je gegrepen door de microbe ook om aan politiek te doen. En kijk, hè, dan zijn we nu 30 jaar verder en heb ik toch al een hele weg mogen afleggen. En daar ben ik natuurlijk blij om.